Welkom terug bij een nieuwe Drill van Wil. Om meer birdies te maken gaan we deze keer de bunker in. Een hoog bunkerschot. Ik ga jullie laten zien hoe dat moet. Oké, daar zijn we dan in de bunker. De vraag van Charlie, hoe sla je een hoog bunkerschot? Het bunkerschot in het algemeen is al een lastig schot. Maar ik ga jullie helpen om deze iets makkelijker te maken. Ik heb hier een lob wedge, 58 graden voor mij. Belangrijk bij dit schot is dat je de graden op de club zo goed mogelijk houdt om die hoogte te creëren. Wat daarbij heel belangrijk is, is weer de setup, die komt heel vaak terug, maar is ook echt belangrijk. De balpositie, hoe lager de club hangt, hoe lager de handen zijn, hoe makkelijker ik die club kan laten gaan door de bal heen. Super belangrijk. Bij de lange slagen willen we eigenlijk deze lijn bij de bal gelijk hebben. En bij een bunkerschot willen we door de bal met de rechterarm gelijk hebben. Dus je laat hem mooi gaan door het zand heen, waardoor de loft op de club blijft en de bal omhoog gaat. Dus laag, handen laag, club iets open. Hij komt mooi hoog eruit en hij landt zacht, waardoor ook met deze korte slagen toch snelheid kan creëren, maar de bal niet ver gaat. Want ik heb zo net uitgelegd hoe ik dat doe. En om daar een drill aan toe te voegen, om zelf te kunnen trainen, gaan we de split hand drill doen. Gaat als volgt. Je gript hem niet normaal, maar uit elkaar. Gaat in de stal, in je setup staan. En je swingt hem eigenlijk. Wat belangrijk is dat de rechterarm ook mooi knikt. Dus niet dat je dit doet. Maar je houdt hem bij je, linkerarm gestrekt. En door de bal willen we eigenlijk de loft op de club, maar vooral de lijn met de club en de rechterarm. Wat je bij alle andere schoten ziet, is dat je linkerarm en de club door de bal, maar in de bunker willen we het tegenovergestelde. De rechterarm en de club door de bal. Gaat dus als volgt, handen laag, bal linkerhak en vooral door de bal er doorheen. Zo kan je hem laten gaan, kan je snelheid creëren en hoogte. Oké, het bunkerschot is een moeilijk schot in golf, dat weten we allemaal. Ik hoop dat ik je hiermee kan helpen met deze korte drill, korte oefening. Mocht je er niet uitkomen, ga naar je lokale pro, die kan je zeker verder helpen. Vergeet niet je scores in te voeren op de GolfNL app, dan doe je automatisch mee met de Big Green Egg Birdie Ranking. Veel succes, tot de volgende keer.